Welkom allemaal bij de Nederlandse sessie van de FuseNet European Teacher Day. We hebben vandaag twee presentaties gepland van twee Nederlandse professoren, mensen in fusie, Roger Jaspers en MJ Pachel. En ik zal als eerst even Roger Jaspers voorstellen. Hij is hier in Eindhoven, waar wij ook zitten, de hoofd van de fusieafdeling op de TU Eindhoven. En hij heeft al 30 jaar ervaring in de fusiewereld en al ruim 10 jaar bij de TUE, als ik het goed heb. En daarnaast is hij ook gastdocent in België, in Gent. En hij gaat eigenlijk de eerste aftrap doen van de Nederlandse sessie van de Teacher Day. Dus ga je gang, Roger. Hey, ik mag beginnen. Nou, fijn, dankjewel, Mira. Welkom allemaal hier. Allemaal klinkt een beetje. Ik zie er zijn drie, vier mensen hier, maar neem niet weg dat ik jullie toch wil vertellen hoe de stand van zaken is met fusie. We voelen je groep omdat we zo'n klein groepje hebben om mij als iets onduidelijk is in de reden te vallen. Maar ik wil beginnen met deze foto. Want hoewel MJ en ik en Mira in Eindhoven zitten, Eindhoven is het centrum voor fusie in Nederland. Zoals Mira zegt, op de universiteit is een onderzoeksgroep en het instituut DIFFER, Dutch Institute for Fundamental Energy Research, dat zijn de twee partijen die eigenlijk het fusieonderzoek in Nederland coördineren. Maar wereldwijd ligt de focus van het fusieonderzoek meer bij dit plaatje hier. Dat is het project ITER in het zuiden van Frankrijk, wat eigenlijk de hele wereld samen nu aan het bouwen is. En waar wij binnen een afzienbare tijd proberen aan te tonen, inderdaad wat ik hier zeg, dat kernfusie werkt en dat wij gebruikmakende van de wet van Einstein, ESMC kwadraat, dat we een vrijwel oneindige bron van energie hebben. Maar in deze sessie wil ik aan jullie een beetje meenemen van waarom hebben we het nog niet, wat zijn de problemen, kan het wel en vooral waar werkt Nederland aan? Wat is het onderzoek dat in Nederland gebeurt? Nou, in mijn eerste slide zijn volgens mij de drie belangrijkste dingen die ik als begin mee wil geven. Nou, ik hoop dat jullie gezien hebben in het nieuws: kernfusie, het kan. Een jaar geleden was er een groot artikel, een groot onderzoeksresultaat in Amerika, dat ze de eerste keer aangetoond hadden meer energie uit de reactie te krijgen dan erin kon, inging. Nou, wij wetenschappers vonden dat niet echt een breakthrough, omdat we al lang wisten dat het kan. De zon namelijk, die houdt ons al lang in leven en daar gebeurde ook kernfusie. Maar niettemin, omdat op aarde aan te tonen was een doorbraak. Daarnaast denk ik dat het ook goed is te realiseren dat mocht fusie in de productie komen, dat het een gigantische markt is. Hier heb ik een artikel van Forbes, maar dat is een onderzoek van Bloomberg. Die hebben gezegd van nou, in principe kan wel 40 triljoen, dat zijn 40.000 miljard dollar, gaat in deze wereld om. Dus als wij nu een paar miljard besteden om fusie voor elkaar te krijgen, dan is dat maar een kleine fractie van de totale markt waar we het over hebben. Dus een discussie is fusie te duur of het kost ITER te veel, die wil ik uit de weg gaan, gewoon door naar dit getal te verwijzen. En daarnaast is het zo dat we werken nu al 50 jaar aan fusieonderzoek, maar de laatste 2 jaar is er echt een change in de market, omdat er heel veel bedrijven en investeerders geïnteresseerd zijn geraakt. En in dit plaatje zie je hoeveel bedrijven inmiddels hun eigen fusieopstelling zijn gestart en hoeveel miljarden daarin gaan. Dus fusie, zou ik zeggen, is booming. In deze 15 minuten die ik gereserveerd heb gekregen, wil ik deze drie vragen met jullie doorlopen. En misschien weten jullie het al, maar ik is ook een beetje kijken van hoe kunnen we dit naar de leerlingen toe brengen. Namelijk, hoe werkt kernfusie? Waarom hebben we het nog niet? Waar werken we aan? Wat zijn de uitdagingen? Waar gebeurt het onderzoek aan? En dan zal MJ het daarna overnemen om jullie te vertellen wat doen wij in Nederland specifiek daaraan? Waar zit de Nederlandse expertise op dit fusieonderzoek?
Maar eerst de volgende, nou, ik heb nog volgens mij 12 minuten, even kijken hoe het werkt. Ik begin altijd mensen uit te leggen, nou, het is kernfusie. Je wilt twee kernen bij elkaar brengen. Daar heb je energie voor nodig. Je moet die afstotende kracht tegengaan. En dat wordt weergegeven in dit potentiaalplaatje van de coulombkracht. Positieve kernen, je ziet als ze dichter bij elkaar komen, heb je meer energie nodig om ze dicht bij elkaar te brengen. Totdat ze op een afstand, die ik hier even D noem, komen. Op dat punt, dat is de afstand van de kern, 10, 15 meter of zo. Dan is de sterke kernkracht dominant over de afstotende coulombkracht. Die sterke kernkracht is aantrekkend. En dan kunnen die kernen bij elkaar komen en komt er energie bij vrij. Dus dit is wat wij in principe moeten doen. Voldoende energie toevoegen dat die kernen zo dicht bij elkaar kunnen komen. Die energie die daarvoor nodig is, als je het zo zou uitrekenen, zou ongeveer 300 keV zijn. Kom ik dadelijk op terug. Ik wil dan als vervolgende stap even introduceren de cross-sectie. In zijn Nederlands heet het geloof ik de werkzame doorsnede. Maar neem gewoon aan, dat is de doorsnede van het gebiedje waarbinnen fusie kan plaatsvinden. We hadden net gezien, die deeltjes moeten op een afstand d van elkaar komen. Dus je zou kunnen zeggen, als ik een kern heb en ik teken daar een cirkeltje omheen met als straal d over 2, dan als die deeltjes dicht bij elkaar komen, dan kun je fusie krijgen. Nou, we hebben net gezien, die d was een paar keer 10 tot de min 15e. Dus deze oppervlakte is iets van 10 tot de min 28e meter. Waarom is dit van belang bij die cross-sectie? Ik kan nu namelijk uitrekenen, als ik een reactor heb met allemaal deeltjes erin, en ik schiet daar een kern in, die ik wil dat fuseert met een van die grijze deeltjes, dat ik dan uit kan rekenen, wat is de kans dat dat rode deeltje een van deze grijze deeltjes raakt. Die kans is namelijk gegeven door n, het aantal deeltjes wat ik heb, keer die oppervlakte, sigma. Dat is namelijk de totale oppervlakte van de grijze structuren hierin, delen door de totale oppervlakte van mijn reactor van de voorkant. Nou, ik kan gebruik maken dat het aantal deeltjes n gelijk is aan de dichtheid keer het volume. En de dichtheid schrijf ik hier als kleine n. Ja, kan ik uitrekenen dat die kans n maal sigma maal de afstand die een deeltje beweegt in die reactor is. Omdat ik weet, ik kan dus ook nu uitrekenen wat de gemiddelde afstand is die een deeltje moet afleggen voor hij gemiddeld genomen één reactie gemaakt heeft. Dan zeg ik dat die p gelijk is aan 1 en dan zie je dat die afstand die zo'n deeltje moet bewegen, die dx, die noem ik hier lambda, dat het 1 deel door n maal sigma is. Nou, dan weten we ook op deze manier hoe lang het duurt, want we weten de snelheid van een deeltje en dan kunnen we ook uitrekenen hoeveel fusiereacties ik heb. Dat is namelijk 1 deel door de tijd die het duurt. Dit hoeven we nu niet te weten, maar ik wilde dit even brengen omdat ik nu over die cross-sectie even ga praten. Ja, maar dus als je eenmaal de cross-sectie weet, dan weet je ook meteen hoeveel fusiereacties je hebt kunt krijgen. Nou, die cross-sectie tot nog toe, wat ik jullie net heb proberen wijs te maken, was dat als ik een kinetische energie heb lager dan die 300 keV, dan heb ik geen kans op fusie. Is die hoger dan 300 keV, dan heb ik die kans op fusie, die was pi maal d kwadraat. Dat is echter het klassieke beeldje. Als we kijken, als we nog andere zaken in rekening mee nemen, namelijk de kwantummechanische effecten, waar ik verder niet over zal uitweiden, maar dan verandert dat een klein beetje, deze cross-sectie, deze kans dat fusie plaatsvindt, doordat er ook tunneling plaatsvindt, ook deeltjes lager dan in energie dan 300 keV kunnen een fusiereactie doen. Er is een resonante interactie. En natuurlijk als deeltjes heel snel gaan, als ze een hoge kinetische energie hebben, dan kunnen ze kwantummechanisch zeg maar door elkaar heen bewegen zonder dat een reactie plaatsvindt. Dus hoe sneller een deeltje gaat, hoe kleiner die reactie wordt. Maar orde van grootte was onze klassieke afschatting van sigma, verder prima. Nou, die curve die we hier zien, als we het nu gaan vertalen naar wat zijn de mogelijke fusiereacties die we kunnen hebben, dan zien we deze curve terug in het volgende plaatje. Dit zijn alle bekende fusiereacties die er zijn. Die rode lijn, dat is de fusiereactie van deuterium met tritium.
Je ziet weer naar lagere energie een afval. Daar zit een maximum en naar hogere energie zien we een afval. En alle andere, deuterium met deuterium, deuterium met helium 3, hebben diezelfde vorm, alleen bij een andere energie en bij een ander maximum. Uit dit plaatje gebruiken de wetenschappers om te zeggen van, als we fusie willen maken, kunnen we het beste deuterium tritium doen. Want je ziet dat die cross-sectie, dus die kans op fusie, het grootst is voor deuterium tritium. En let op, dit is een logaritmische schaal, dus de kans voor deuterium tritium fusie is wel een factor 10 groter dan wanneer we een andere reactie doen. Daarnaast is het maximum ook bij een lagere energie, dus we hoeven er minder energie in te stoppen dan bij andere fusiereacties. Dat wil niet zeggen dat die andere reacties niet mogelijk zijn, maar die zijn gewoon veel moeilijker met een kleinere kans. Je kunt ook kijken waar ligt het maximum, welke energie zouden de deeltjes gemiddeld moeten geven om de meeste fusie te krijgen. Nu heb ik energie en temperatuur, daar zit een link tussen, daar zal ik nu niet over uitweiden, maar uit dit plaatje kunnen we halen dat de optimale temperatuur om fusie te doen 150 miljoen graden is. Oké, dus wij richten ons op deze reactie, deuterium met tritium, en het reactieproduct is helium en een neutron. Tel maar even veel deeltjes aan de linker dan aan de rechterkant. En er komt natuurlijk heel veel energie vrij. En de hoeveelheid energie die vrijkomt kun je uitrekenen inderdaad door E is mc kwadraat. Hetgeen deze meneer ons vertelde. Maar dat is hetzelfde als gewoon kijken van wat is de totale bindingsenergie van de deeltjes deuterium en tritium voor de reactie. En de bindingsenergie of helium na de reactie. Dat kun je uit dit plaatje halen. En dan zie je als ik van een licht element naar een zwaar element ga, dat die bindingsenergie toeneemt. Dus er komt energie bij vrij. Dat is waarom kernfusie van lichte elementen een zwaarder element maakt. En bij kernsplijting, de kernreacties die we nu hebben in onze kerncentrales, is net het tegenovergestelde, maar ook daar kun je energie winnen. Dus de hoeveelheid energie die vrijkomt, kunnen we aan de hand van dit plaatje bereiken. Als het allemaal zo makkelijk zou zijn, zouden we al lang een fusiereactor hebben. We hebben nog echter geen fusiereactor, omdat ik nog één belangrijk aspect vergeten heb te vertellen. Namelijk dat als we deeltjes op elkaar schieten, ze niet alleen kunnen fuseren, maar ze kunnen ook energie verliezen. Je weet, stel ik heb een deeltje hier, dat staat stil. Er komt een ander geladen deeltje die kant op, die 300 keV energie geeft. Wat zal er gebeuren? Ze zullen elkaar afstoten als ze niet voldoende energie hebben, waardoor dat andere deeltje ook gaat bewegen. Dus het deeltje wat ik inschiet, zal energie verliezen, zal afgeremd worden. Nou, de hoeveelheid energie die ik verlies, dat kunnen we zien in dit plaatje. Hier staat weer de cross-sectie, dus de kans dat ik energie win of verlies. Die groene lijn is de kans dat fusie plaatsvindt, diezelfde curve die ik jullie eerder heb laten zien. Die rode lijn die jullie hier zien, is de kans dat ik energie verlies. Door deze afstoting. Door wat wij noemen kleurbotsingen. En je ziet, wat ik ook doe, die rode lijn is altijd boven die groene. Dus in principe kan fusie nooit werken. Tenzij we zorgen dat die energie die ik van het ene deeltje op het andere deeltje overdraag, niet verloren gaat. Als ik de totale energie in mijn systeem opsluit, dat die behouden blijft, dan kunnen we wel netto energie winnen. Ja, dit is niet erg dat de energie van het ene naar het andere deeltje overgaat, als het andere deeltje daardoor ook een grotere kans krijgt om fusie te doen. Dat is het principe van wat wij noemen confinement, opsluiting. Kernfusie werkt alleen als we de energie op kunnen sluiten. En bij de zon gebeurt dat door de zwaartekracht, waardoor de deeltjes niet kunnen ontsnappen van de zon. En als we het op aarde doen, is de zwaartekracht veel te klein, zullen we iets anders moeten doen. En wat we daarvoor doen, dat is het volgende. Wij stoppen onze fusiebrandstof in een reactor, deuterium en tritium. Dan zetten we de verhitting aan. We gaan dat gas flink verhitten. Dan wordt het een plasma, een geïoniseerd gas. Als we dat 150 miljoen graden heet willen maken, dan moeten we het heel flink verhitten. Maar dan bewegen die deeltjes tegen die branden aan en dan gaat natuurlijk de wand smelten. Dus we moeten zorgen dat die energie niet verloren gaat aan de wand, maar dat die in het systeem blijft. Dat kunnen we doen door magneetvelden aan te leggen. Omdat het nu geladen deeltjes zijn, zullen die om het magneetveld heen circuleren en komen zodoende niet aan de wand. Dan vliegen ze er wel een einde uit, maar als we die reactor nu in de vorm van een torus maken, dan hebben we dat probleem niet meer. Dus dit is het basisprincipe van een fusiereactor. Dat noemen we een tokamak.
Een ander concept is een stellenrater, maar is eigenlijk op hetzelfde gebaseerd. Links zien jullie het basisprincipe, rechts zien jullie de uitwerking hiervan door ingenieurs. Dit is de reactor ITER die ik op de eerste foto heb gezet die we gaan bouwen. Die we nu aan het bouwen zijn. Goed, nou, het lijkt alsof ik precies weet hoe we moeten doen en toch hebben we nog geen reactor. Dus wat zijn de problemen waar we nog tegenaan? Waar zijn we naar op zoek? Gezien de tijd zal ik daar heel snel doorheen lopen om zo een link te leggen naar wat doen wij hier in Nederland. En dan kan ik het woord overgeven aan MJ. Dus ik heb volgende 7 slides om aan te geven wat zijn nu de hoofduitdagingen. Ten eerste heb ik jullie al verteld, we moeten het plasma 150 miljoen graden heet maken. Nou, dat is een flinke temperatuur, een flinke uitdaging, maar ik kan jullie verzekeren, dat is ons al gelukt. Dat lukt ons al sinds 20 jaar. Dat doen we door meerdere mogelijkheden, maar ik zal me even richten op de laatste die hier staat. Wij kunnen gewoon elektromagnetische golven plasma insturen. Hetzelfde wat je thuis doet met een magnetron. Als je dat op de juiste frequentie doet, dan zijn de geladen deeltjes daar resonant mee en pikken ze de energie op en krijgen ze voldoende energie om die temperatuur te bereiken. Dus ik zou zeggen, hoewel dit een uitdaging is, dat lukt ons gewoon, standaard. Ten tweede, als we zo'n heet plasma hebben, willen we natuurlijk het wel goed kunnen controleren. Niet dat er instabiliteiten komen. De zon heeft ook af en toe instabiliteiten, wat we zonnevlammen noemen. Datzelfde gebeurt ook in de reactor, maar je wil niet dat zo'n heet plasma plotseling tegen de wand komt. Dus we moeten het gaan kunnen controleren. Nou, controle, dat is een van de sterke expertise's van Nederland. Dat is wat wij inbrengen in het systeem, waar Differ heel sterk in is. Ik heb daar een beeldje van. Als je in zo'n reactor kijkt, ziet het er ongeveer zo uit. Aan de rechterkant is een foto van als er een plasma in zo zit, dan geeft het dit licht. En ik zal je een filmpje laten zien, waarin je aan de rechterkant ziet de tijdontwikkeling van een plasma. En je ziet dat dit niet altijd stabiel is. We moeten echt controleren dat het juist de plek blijft zitten. Het is een dynamisch iets. Ja, dit was een filmpje van een fusiereactor JET. Die staat in Engeland en is op dit moment de grootste werkende reactor. Maar als je dus controle wil doen, dan moet ik meten wat er gebeurt. En ik moet zaken hebben om het te kunnen beïnvloeden. Nou, ook daar ga ik niet te diep op in. Maar je zou je kunnen afvragen, hoe meet ik überhaupt de temperatuur in zo'n heet plasma? Nou, de methode die we daarvoor gebruiken is vaak dat we laserlicht inschieten. Dat laserlicht, die fotonen van die lasers, die scatteren, die verstrooien op de elektronen. Als ze verstrooid zijn, meten wij met een spectrometer de frequentie van die fotonen, van die laser. Maar die is natuurlijk veranderd door het Doppler-effect. De elektronen waarop ze verstrooien, die bewegen. En op die manier krijgen wij een maat voor de beweging van de elektronen in het plasma. Er zijn nog andere mogelijkheden, maar die zal ik ook even overslaan. Verder is het, we moeten het plasma 100 miljoen graden heet maken. Dus we stoppen heel veel vermogen in om die temperatuur te bereiken. En je wil niet dat het vermogen weglekt, niet te snel weglekt. Als je een kamer wil verwarmen en je zet de verwarming aan met de ramen open, dan wordt het ook nooit warm. Dus je wil dat goed opsluiten. En dat gaat een beetje, wordt tegengewerkt door de turbulentie die we in een plasma hebben. En dat is het onderwerp waar MJ verder over in zal gaan. Want als je een goede opsluiting wil hebben, dan is punt 1, we gebruiken die magneetveld op de manier die ik in het begin heb uitgelegd. Maar dan is de opsluiting nog niet goed genoeg. Dan kun je het ook nog doen door het gewoon groot te maken. Fusiereactoren zijn altijd groot, kun je niet klein maken. Door het volgende principe, dat grote dingen hun warmte veel beter vasthouden dan kleine dingen. Ja? Dus het voorbeeld wat ik hier standaard bij gebruik, het grootste warmbloedige dier is een olifant. Die heeft een grote oor om zijn warmte kwijt te kunnen, anders zou die van binnen gaan smelten. Terwijl een klein dier als een muis, die verliest zoveel warmte dat hij de hele dag moet eten om gewoon voldoende energie binnen te krijgen. Dit is wat we kunnen doen. We bouwen grote reactoren, maar de turbulentie in het plasma verziekt die goede opsluiting eigenlijk. Als we die turbulentie niet zouden hebben, zouden we een reactor iets kleiner kunnen maken. Daar gaat MJ jullie dadelijk iets over vertellen.
En dan is eigenlijk het laatste onderwerp wat wij in Nederland nog bekijken, dat is dat je uiteindelijk toch die warm, in zo'n reactor maken we een paar gigawatt aan vermogen, en uiteindelijk komt die op de plasmawand ergens terecht, want die wil je die power wil je uit de reactor halen. Nou, als je kijkt, als de magneetveldlijnen zou volgen, dan zouden eigenlijk die fusie-energie die in het centrum gecreëerd wordt, zegt die oranje pijlen, die gaan via die gele lijnen. Dat is die volle veldlijn en komen dan toch op de bodem, op de wand terecht. Daar komt een hele hoge warmteflux. Dat heb ik hier uitvergroot. En wat daar precies gebeurt, daar hebben we in Nederland, in Eindhoven, in het instituut Differ, hebben we daar een één-op-één simulatie van hoe het nu in zo'n reactor toe gaat. Waar we diezelfde warmtelood op een wand kunnen nabootsen en kijken wat er dan gebeurt. Het is een van de grootste experimenten die we hier hebben. Nou, gezien de tijd, ren ik nu even door de volgende slides heen. Een uitdaging waar wij niet in Nederland aan werken, maar die wel nog opgelost moet worden voor een fusiereactie, is dat het brandstof deuterium en tritium. Maar tritium hebben we eigenlijk niet op aarde, niet voldoende. Dus die moet je in de reactor maken. En het principe daarbij is dat uit een fusiereactie komt een neutron. Als dat neutron kan een reactie maken met lithium. We zorgen dat er voldoende lithium in de wand is. En dan zie je dat uit die reactie weer een tritium komt, wat we weer verder kunnen gebruiken. Dus de netto-reactie is eigenlijk zonder tritium. Dus je hebt het tritium alleen nodig om het op te starten. En daarna produceer je in iedere reactie voldoende tritium om het door te laten gaan. Maar dit moet je met hoge efficiëntie doen. En daar is nog voldoende onderzoek aan te doen. Verder produceren we dus neutronen. Neutronen zijn niet zo'n heel fijn deeltje, die kunnen de materiaaleigenschappen veranderen. Dus daar wordt ook onderzoek naar gedaan hoe we dat kunnen voorkomen. En tenslotte is het natuurlijk een erg complexe machine. En die proberen we zo eenvoudig mogelijk te maken, dat hij wel een kleine kans heeft dat er dingen fout in gaan. Ja, maar dat is nog een hele uitdaging om zoiets, die complexiteit te verminderen. Oké, ik heb lang genoeg gesproken. Let's now switch. Oh, sorry for the spelling mistake here. Let's now switch to a different language, to English, because the next speaker is non-native Dutch. And that's MJ Pichot. He is going to introduce whatever the state-of-the-art research with an example and some more background of what we do in the Netherlands. MJ is a group leader at the Differ Institute. His expertise is mainly in the field of plasma microturbulence. I already addressed where turbulence comes into play. And with this, I want to give the floor to MJ, thank you very much. Yeah, let me jump right in. Let's take our fusion reactor. So for the moment, if you just look at what I'm doing here in the camera, we take our fusion reactor and then we just cut through it like this and look at it from the side and then look at part of the plasma. This is what we see here, a cross section. And in this situation here, the colors correspond to the electric potential in the plasma, but it might as well be something like density or temperature. And we will see how a tiny, tiny fluctuation develops into something bigger over time. The time frame we're looking at here would be the entire movie would be less than a millisecond. So very fast time scales. And now we see that the fluctuation grows in amplitude, it stretches. And then at some point, the structures break up and everything is bubbling around. That is what turbulence does. And this phenomenon, turbulence, is one can argue the details, but it's maybe one of the big reasons why we didn't have commercial fusion power back in the 1950s. So let me move on from here. Now I'll explain a little bit, and in your mind, you can refer back to these images. Why do we actually get these instabilities? And to understand that, we have to remember that in a fusion reactor, we heat up the core of the plasma, so the innermost part of this ring, to 150 million degrees. But as the plasma comes out to the edge of the plasma, as we approach the wall, the temperature will be drastically lower. This is what we see here on the left. So here in blue or red, depending on which particle species we're looking at, we see a very large temperature in the core and it drops off to much lower in the edge. This is a gradient.
And like in gravitation, like in many other systems, a gradient can correspond to a free energy source. So there is some gradient in some background quantity that allows us to produce the turbulence that we see. This works in many other systems. Many of you will likely have heard of Rayleigh-Taylor or Kelvin-Helmholtz instabilities. And what all of these systems have in common is that when we perturb the system just a tiny little bit, so here we, let's say, take a number density perturbation, then the mathematical structure of the governing equation says that the time evolution of this perturbation is proportional to the perturbation itself. Mathematically, now we have a differential equation. We take a specific ansatz with a complex exponential. We could also write it in terms of a sine and cosine. And when we then take a, when we then take a frequency and so-called growth rate here, and just solve that mathematically, we see that there are solutions, there are waves that will grow exponentially in amplitude in time. Simply if this gamma here is a positive number. Basically, if the density fluctuation grows at a rate proportional to its own amplitude. So a system can be unstable. This is what we saw in the video in the beginning. We had these bar-like structures and they were just growing in time. I will also note that if the equation that we're actually dealing with were exactly as simple as this, then we wouldn't have needed 70 years to understand it reasonably well. So if you have any questions about this slide, I'll happily answer that in every detail later. But so this is the bread and butter in my group. But for the moment, suffice it to say that we can look at these instabilities, but instabilities, exponential growth cannot go on forever. We cannot have an amplitude that grows basically to infinity. And instead, what is happening is we saturate. So here we have the time evolution of turbulent amplitudes, and we see initially exponential growth. And then once we hit a certain level, a certain fluctuation level, we become turbulent. This conceptually is much like one visually would look at turbulence, that basically we have something like a laminar flow, and then we cross some threshold and everything becomes bubbly and turbulent and difficult to predict, mathematically speaking, chaos. In fusion plasmas, there is no high-performance fusion plasmas that plasma that does not have turbulence going on inside it. And this turbulence corresponds to these fluctuations of the electric field, of density and temperature. And this is what is creating transport. So the idea is that if you, for instance, take a pot with water, boiling water, then in the water we have density fluctuations. And these fluctuations allow the heat to be moved more quickly from the bottom, from the hot bottom of the pot to the cold top. Or relatively speaking, colder top. So this is why how turbulence can lead to heat transport. The magnetic field that Roger was sketching out before, that confines the plasma very nicely, because in an ideal system, the particles would always be sticking to their magnetic field lines. But because of turbulence, because of these electric and magnetic field fluctuations here, the particles can actually move perpendicular to the magnetic field and leave the reactor or the plasma. And this is exactly what happens. And this is why this picture that we more or less saw in this configuration earlier looks like it does. The plasma is invisible. It's sitting here as the ring around the reactor, but the plasma is losing particles and heat due to turbulence, due to heat diffusion. And then what we see here visually as this pink light is when the plasma particles actually hit the wall. So this is an efficiency loss, because basically we're removing heat from the plasma that we then may have to re-inject using these heating mechanisms described earlier. But it's also potentially a problem for the wall itself. The reactor is built from some kind of steel frame and then, okay, magnetic field coils, but then we need to protect that reactor using tiles. In a modern fusion reactor, they like to use tungsten. In the past, they've used carbon for this. It's basically, it's tiles like those protecting the nose of the space shuttle for reentry.
And in our case, it's not the atmosphere, it's the plasma particles, the ions that are hitting the wall because they have diffused out of the plasma. And there are basically two things that can happen here. One is that if we visualize the ion as a little meteor hitting Earth's surface, then you can imagine that it's a cloud of dust erupting from the surface. And in this case, this cloud consists of just maybe a couple of atoms. But at the same time, if we let very cold atoms with a lot of electrons and diffuse back into the plasma, they basically cool off the plasma very strongly. So we have to make sure that not too much of the wall particles that perhaps erupt from the wall when the wall is hit by an ion, that they cannot diffuse back into the plasma, because otherwise they cause impurities in the plasma. And conversely, like the meteor, this ion can leave a little crater, a tiny hole in the crystal structure of the wall. And that per se may not be a big problem, but the problem could arise if the next ion comes in, and if that is a tritium ion, and it just basically puts itself into that crater and remains there. Because then over time, the wall can actually fill up with more and more tritium, which is potentially a safety concern, but also the tritium simply gets lost from our fuel cycle. And then again, we cannot do fusion in a commercially viable way. So these are active fields of research, and I'm happy to explain a little bit more if there are any questions. I will say a few words about why fusion is such a great idea. I mean, I'm sure everybody's already convinced, but it never hurts to supply a couple more facts in support of that. When we do fusion, we have, like in any energy-producing power plant, we have a reaction. And what we burn is the hydrogen, deuterium, tritium. And what we get out of it, the ash of the process, is helium. Helium, luckily, is a very non-problematic substance. It's a noble gas, and also you can actually sell it potentially. It's quite valuable. So unlike in a standard nuclear power plant where we get these spent fuel rods in fusion, we burn everything up that could potentially be problematic. So the tritium in particular that we use for the fusion reaction, that is a radioactive substance, a half-life of 12.3 years, but it's going away through the fusion reaction. The one thing that is potentially a concern is the fact that we also produce these neutrons that hit the wall again and again. From each fusion reaction, a very fast neutron hits the wall and can change the nuclear elements in the wall, can lead to radioactive activation. And the question is that a concern? And the plot on the right here gives you the answer. So this is if we shut down our reactor at time zero, and then we measure what is called the radiotoxicity. How radioactively problematic are the substances we have in our reactor walls? Then the red curve is what a standard nuclear power plant using uranium, what have you, would do. And we see that basically it has a very slow slope. It falls off over time. It gets less radioactive over time, but very slowly. And just for reference down here, we have the natural radioactivity of coal, as found in nature, but basically more or less at 10 to the minus 4 here. So at 4 orders of magnitude below the initial point, this is where we can reuse the material safely. We can just touch it with our own hands. And we see that in fusion plants, so these are three different concepts, three different material choices for the steel cage. We basically come down to this point within about 50 years. So there is no need for long-term storage. There is no long-term dangerous waste. That's the waste aspect. Independent of that, we can also do safety studies, and those have been done in some detail. The worst possible thing that could happen is basically that an airplane crashes into the power plant, and then in the power plant, there will be at any given moment in time a number of grams or more of tritium. And if we just evaporate that during an airplane crash, then the tritium will bind with oxygen to form some kind of water that is radioactive. That water can get into the atmosphere and rain down. But due to the very low quantities present, basically the result of the worst case situation, including the worst weather and all of that, is that you would need to evacuate for a few days, just a few kilometers around the plant.
So in other words, you could basically put a fusion power plant immediately next to a big city, not a problem. Let me say a few words about the international nature of what we do. FuseNet itself already tells you a lot by virtue of how it's set up. But fusion has traditionally been incredibly collaborative compared to other fields of science. And sadly, I don't have the time to go into all the very interesting anecdotes of how fusion research happened in the 40s, 50s, 60s. At the very end of this talk, I will have a book recommendation that discusses that in great detail. I will just point out that the ITER project covers, these countries combined cover more than half of the world's population, and all the science we get out of it will be shared among humanity. Of course, each nation has to build components, and the local industries will have certain knowledge how to produce those components from an engineering perspective. That may be proprietary knowledge. Also, because fusion research has been going on since the 1940s, effectively, we are, none of the people who are currently doing research are from the very first generation. So we all build on what others have done, and we are all very enthusiastic about passing that knowledge on to students. That is not to say that we don't feel a certain urgency given climate change. But again, perhaps another discussion. And the big thing that has happened over the last very few years is that private industry has started pumping a lot of money into researching, but also potentially deploying this technology, which is an interesting situation for us. We have to be careful that what we do is really still, we're doing it for humanity, not for the benefit of individual stockholders. But at the same time, the whole goal of industry, of fusion research, has always been provide a technology that companies can use to power the planet. So in many ways, this is really a very good thing. Very briefly, what do we do here in the Netherlands? At Eindhoven University of Technology, the Stellarator, which is originally the concept developed by Lyman Spitzer in the 1950s in Princeton, which has some very interesting benefits in terms of fusion energy deployment. We have some world-leading researchers on that, as well as on sensors. Roger here is one of the eminent figures in that field. But also, TUE is doing work on how to actually take a fusion power plant, put it on the power grid, and then use it to produce tritium to power up the next fusion power plant. Very important questions. At DIFR, we are an NWO institute located on campus here, which is why Roger could just walk over from his office to basically the next building. We are looking at what the plasma wall interactions are doing, what I described before. here on the lower right, we have a particle accelerator where we basically create the ion bombardment onto these wall tiles. Fun side note, that lab is managed by my wife. So dual career, very good. We are a leading institution on control, and my own expertise, turbulence and transport. Let me just conclude before we have just a few minutes for questions with materials that you may be able to use. So FuseNet has its own resources on their website. There is an interesting opportunity for Dutch teachers, which is what we call the Climate Kit or Klimaatkoffer. This is something that was developed in Germany. It's a suitcase with 12 experiments that teach climate change for students at an age of maybe around 14, 15. So this is something I would encourage you to look into. There's an article in Infox on this topic. At DIFR, you're welcome if you live sufficiently close that you would be able to bring your students here to contact us to set up a tour of our facilities. And we will happily teach you more. At this juncture, you could also, of course, visit the University of Technology here. And then the book that I promised to tell you about by Robin Herman, famous author and journalist in the US, sketches the history of nuclear fusion research from the 40s to the mid 90s, approximately. A very interesting read and quite fun. So I strongly recommend it.
And with that, we are very eager to hear your questions. If you ask in Dutch, you'll likely get an answer by Roger. And if you ask in English, I'm happy to respond. Yes, we talked enough. So now it's your turn. Of beter gezegd, ik kan ook Nederlands praten, ja. Nu zijn jullie in de beurt. Laat maar horen wat de vragen zijn die nog bij jullie spelen. Ik heb een vraagje over het verschil tussen kernfusie hè, en de huidige hernieuwbare energiebronnen. In welke mate is, omdat de huidige energiebronnen steeds goedkoper zijn, in welke mate is het nog te verantwoorden om miljarden te stoppen in kernfusie? Ja, het klinkt een beetje negatief, maar natuurlijk. Heel terechte vraag. De heilige graal ontdekken van de fysica geweldig. Ja. Nee, heel terechte vraag. En daar worstelen we ook mee. Maar de huidige, kijk, als we het over de hernieuwbare energiebronnen nu hebben, dan hebben we het ook vaak over zon en wind. Zon en wind, die maken elektriciteit. Uiteindelijk. Nu is maar een kleine fractie van de energie die wij, een vijfde of zo van de energie die wij op dit moment gebruiken, is elektriciteit. Je hebt ook heel veel warmte nodig. Warmte voor industriële processen, om je huis te verwarmen. Ook voor transport heb je niet meteen altijd elektriciteit nodig. En met kernfusie maken we in eerste instantie warmte. En eigenlijk is het een vrij inefficiënt proces om die warmte om te zetten in elektriciteit. Ik denk dat op prijs zon en wind daar veel rendabeler voor zal zijn. Echter, om de hele energiebehoefte nu te elektrificeren, dat is ook een grote stap. Dus we zijn aan het kijken, is het niet gewoon rendabeler om voor de warmte, zeg maar, de kernfusiezaken te gebruiken en voor elektriciteit andere zaken te gebruiken. Dat is een heel nieuw onderzoeksveld, is nu net opgekomen, maar het zou wel betekenen dat hoe meer we gaan elektrificeren, hoe duurder die elektriciteit zal worden. In het begin gaat dat makkelijk, maar het wordt steeds duurder. Als we nu een gedeelte van de elektrificatie niet nodig hebben, omdat wij direct de warmte gebruiken en niet eerst de elektriciteit maken die we later weer voor warmte gaan gebruiken, dan zal kernfusie niet alleen, zeg maar, die warmte produceren, maar ook zorgen dat de elektriciteitsprijs voor die andere zaken omlaag kan gaan. Dus ik denk dat je nooit los van elkaar moet zien. Er is niet één goed antwoord. We moeten alleen zon of wind doen en alleen elektriciteit krijgen. Je moet het in de energiemix zien. Ieder onderdeel heeft zijn eigen rol. En de optimale mix zal, door de nucleaire optie erbij te hebben, zal de totale energieproductie, maar ook de energieprijs, daardoor dalen. Dat is wat er een beetje uitkomt. Uit die studies. Oké, dankjewel. Interessant. Zijn er verdere vragen? Wij zijn helemaal voor jullie beschikbaar. And if you want in English, if you want more in the science, there's also MJ here. Heel moeilijk. Ik weet dat jullie iets gaan vertellen, maar... Scheelt het zo? Ja, dit kan ik wel prima halen. Goedemiddag, ik heb een vraag over de blanket, want daar komen dus de neutronen in terecht. En ik vroeg me af, wordt die niet op een of andere manier vervuild door die neutronen? Krijg je daar niet allerlei reacties, wat je ook in de wand krijgt, zeg maar? Ik ben op ITER geweest en daar zijn we. Ja, dat valt wel mee, maar ik zat op de terugweg in het vliegtuig na te denken. Ik dacht, maar er moet toch allerlei problemen geven, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je niet. Ten eerste, volgens mij bent u helemaal al goed... een level verder dan waar wij het hier over hadden. Het woord blanket hebben we niet gebruikt, maar dat is inderdaad een van de belangrijkste onderdelen waar veel onderzoek aan gedaan wordt. Voor de andere mensen die misschien nog niet helemaal up to speed zijn, in de fusiereactie maken we dus helium en een neutron. Dat neutron is ongeladen, trekt zich niks van een magneetveld aan, komt in de wand terecht. Nou, dat eerste stukje van de wand, dat noemen we de blanket. De bedoeling van die blanket is 2 of 3-ledig eigenlijk. Heeft 3 functies. Functie 1 is om een neutron af te remmen. Zodanig dat het ook niet aan de andere kant tegen de spoelen of tegen de mensen aankomt. Ja? Dus je wil het neutron stoppen in die wand. Door een neutron te stoppen zet je de kinetische energie van een neutron om in warmte.
Dat is eigenlijk de warmte waar wij onze energie vandaan halen. Ja, dus in die blanket zitten ook koelleidingen die warmte afvoeren. En dan kunnen we er of elektriciteit van maken. Ik vertelde net dat dat misschien niet heel efficiënt is. Of je gebruikt die warmte direct. Dus dat is functie 1 van de blanket, is de neutronen afremmen. 2, de warmte transporteren. En het derde punt van die blanket is, het wil die neutronen die gaan we afremmen. En als ze helemaal afgeremd zijn en thermisch zijn, dan willen we dat neutron reageert met lithium, om zodanig tritium te maken. Dus die blanket is ook onze brandstofproductiecentrum, zeg maar. Daar wordt het tritium in gemaakt. Als ieder neutron 1 tritiumdeeltje zou maken, zouden wij helemaal klaar zijn. En als er niks anders gebeurt, hebben we het probleem wat u aanspreekt ook niet. Maar in die blanket zitten natuurlijk ook koelleidingen. Er zitten nog structurele materialen in. Als het neutron daarmee reageert, krijg je transmutatie of krijg je andere vervelende zaken. En ik denk dat dat is waar u aan refereert, van hoe lang duurt het voordat die structurele of die functionele materialen in die blanket niet meer werken zoals ze behoren te werken, omdat ze zo sterk met neutronen gebombardeerd worden. Dat is volgens mij niet per se een onopgelost probleem. Daar kunnen we berekeningen doen. We weten hoeveel megawatt of gigawatt produceert. Dus daar kun je uitrekenen hoeveel neutronen per seconde geproduceerd worden. Daaruit kun je berekenen hoeveel reacties in die blanket plaatsvinden. En dat betekent weer van, je kunt dan ook uitrekenen, hoeveel tijd moeten we die blanket gaan vervangen. En ik weet het precieze getal niet, maar ik dacht dat het idee is dat de blanket volgens mij 1 keer per 10 jaar vervangen moet worden. Ja. In elk geval, het kan best dat gedurende de levensduur van een reactor die blanket 2 of 3 keer vervangen moet worden. Oké, dank u wel. Helder. Mag ik nog 2e vraag stellen? Natuurlijk. Als er geen andere vragen zijn, natuurlijk. Ga je gang. Ik vroeg me af, ik had begrepen dat in een stellarator, dat je het fusieplasma constant kan houden en dat het in de tokamak als ITER maar een korte tijd stabiel gehouden kan worden. En mijn vraag is eigenlijk, hoe kan dat? En dat is eigenlijk mijn vraag, kan dat? Ja. Nee, oké, goed. Even ook weer even de stage maken voor iedereen om hetzelfde niveau te krijgen. De stellarator en de tokamak zijn eigenlijk 2 exact dezelfde principes. Met een toroïdale vorm waarin je met magneetvelden het plasma van de wand houdt. Als je echter door wat voor effect dan ook met de magneetvelden gekromd zijn, is een toroïdale magneetveld niet genoeg, moet je een helisch magneetveld hebben. Beide concepten hebben dat, de tokamak en de stellarator. Alleen bij de stellarator wordt het helisch veld gemaakt door de spoelen heel gek te vormen. En in een tokamak maak je dat helisch veld door externe spoelen die een toroïdaal veld maken. En we laten er een stroom doorheen lopen die een poloïdaal veld maakt. De som van beide is dat helische veld. Even als je niet kon volgen, dan neem even aan. Een tokamak heeft wel een stroom in het plasma, een stellarator niet. Nu, hoe krijg je nu een stroom in een plasma? Ja, normaal gesproken, als we een stroom ergens hebben, dan doen we 2 draadjes aansluiten, een potentiaalverschil, en zijn we klaar. Je kunt in een plasma niet 2 draadjes aansluiten. Dus die stroom moeten we induceren. Dat induceren we met magnetische inductie. Dus net zoals in een transformator. Alleen een transformator die jullie kennen, dat is allemaal een AC-stroom die je erin doet. Dan kun je die stroom continu laten lopen. In een fusiereactor moet de stroom altijd dezelfde kant op lopen. Dus we kunnen maar 1 periode of een halve periode van die sinusvorm kunnen we maar gebruiken om een stroom te laten lopen in het plasma. Ja, als bij de transformator de stroom zou omdraaien, dan hebben we ook een periode dat er geen stroom is en dan is ons plasma verloren. Dus de reden waarom een tokamak niet continu kan lopen, is dat de stroom die we induceren, we maar een gedurende een tijd kunnen laten lopen door de magnetische inductie. En een stellarator heeft het probleem niet omdat ze geen stroom hebben. Ik snap het helemaal, dank u wel. Oké, fijn. Als ik dan begrepen heb, dan is een stellarator een beter principe dan een tokamak. Ja, helemaal goed. Maar kijk, dat is natuurlijk wel. De stellarator ontwikkeling loopt een beetje achter met de tokamak ontwikkeling.
En de hoofd, daar zijn meerdere redenen voor. Dan moet je dat boek wat de MJ aansprak wel een keertje voor lezen. Maar ik vertel altijd, zo'n tokamak is veel makkelijker te bouwen. Dat zijn eenvoudige spoelen, gewoon platte spoelen. Die kun je gewoon in een fabriek laten maken. Tenminste, ja, nu de superkleine spoelen niet meer, maar de spoelen die we 10 jaar geleden gebruikten wel. Waardoor het veld van de tokamak een veel snellere ontwikkeling gemaakt heeft. En pas sinds 1 jaar of 10 zijn we in staat om die gek gevormde stellaratorspoelen, die ook supergeleidend zijn, om die überhaupt op een grote manier te maken. En dus de grootste reactor die we op dit moment hebben, JET in Engeland, die was in 1982 volgens mij online gegaan. Terwijl de grootste stellarator, die zeg maar nog een maatje kleiner is dan JET, die is pas in 2015 online gegaan. Maar op papier gezien heeft de stellarator heel veel meer voordelen dan een tokamak. Alleen ja, de tokamak ligt wel nog een stapje voor qua grootte en qua ontwikkeling. Maar als je mij persoonlijk zou vragen, is geen uitgemaakte zaak hoor, maar mijn voorspelling zal zijn dat als we eenmaal fusiereactoren op grote schaal gaan bouwen, dat de kans dat dat stellaratoren zijn veel groter is dan dat de kans is dat dat tokamaks zijn. Okay. Dus misschien niet iedereen mee. Ik weet niet of. Do you want to give a different opinion on this? Yeah, I won't tell your statement to any of your Stellarator colleagues. No, I'll just add that. So I'm doing research on both Stellarators and tokamaks. And in the Stellarator turbulence community in the last few years, everybody has jumped on how do we optimize for low turbulence? Because now we already have to build these complex field coils. And if we already have to build difficult to build coils, we might as well build them in such a way that the turbulence actually comes down. Therefore, the insulation of the plasma becomes better and we get a lower cost of electricity for fusion power. And this is one of the really big topics. And there are some really interesting results coming up. And there are also some of the private startup companies are putting their bets exactly on that question. That we can maybe build a stellarator that is simply more efficient because we can use the magnetic field coils in very complex shapes. Okay. Yeah. Nou, kom op. We zitten voor jullie. Ik, kijk, ben ik te verstaan? Kun je me horen? Ja. Yeah. Ja, ik vroeg me af die diverter, hoe die dan. De magnetisch veld, hoe het daarin loopt. Als ik altijd plaatjes zie, dan zie ik ergens maar een magnetisch veldlijn ingaan en het gaat ergens weer uit. Maar ik begrijp niet hoe het daarin zit. Ja, ja. Even kijken hoe ik dat de woorden kan aanleggen of dat ik daar een plaatje bij ga toveren. Maar je moet je voorstellen, als ik gewoon een doorsnede door de tokamak maak. Ik zal toch eventjes praten aan de hand van het plaatje wat ik net had. Ik weet niet of dat het helemaal duidelijk maakt, maar we gaan het proberen. Even kijken. Hier. Dan gaan we even terug. Dit plaatje bedoel je, denk ik, hè? Ja, ja, ja. Ik heb hier. Kan ik ook nog een pen erbij doen? Oké. Okay. Oké. Okay. Dit is een polyvidale doos, zoals we noemen. Alle veldlijnen, als ik hier begin met een veldlijn, die loopt toroïdaal rond. Dat kan ik moeilijk tekenen, maar die gaat dus helemaal zo rond. Maar ik kijk nu even wat er alleen in dit vlak gebeurt. Ja? Alles wat toroïdaal is, vergeet ik eventjes. Dat kan ik er altijd bij optellen. Nou, in dit vlak loopt ook een stroom die toroïdaal gaat. Nou, een stroom die in een toroïdale richting gaat, die zorgt voor een magneetveld dat zo loopt. Mm-hmm. Akkoord? Ja. Ja. Dat is één. Nou, deeltjes in eerste benadering volgen gewoon die veldlijnen. Dus als een deeltje hier zit, blijft hij gewoon, ook al gaat hij toroïdaal rond, altijd op deze veldlijn rondcirkelen. Hij kan niet naar buiten gaan. Toch heb ik hier oranje pijltjes getekend dat ze naar buiten gaan, want hij kan wel van de ene naar de andere veldlijn, zeg maar, springen als hij een botsing maakt. Door een botsing kun je wel naar buiten diffunderen. Als er geen botsingen waren, zouden de deeltjes oneindig lang hier opgesloten blijven. Ja. Dus dat is één. Ten tweede, hier loopt dus, dit gaat oneindig door, deze cirkels. Ik kan er meer en meer tekenen. Maar wat we nu nog doen in een tokamak is dat we hier beneden een externe spoel zetten, waar ook een stroom doorheen loopt. Mm-hmm.
Nou, die stroom die hier doorheen op, die maakt ook een magneetveld. Ik zal dat magneetveld van die even een ander kleurtje geven. Even kijken. Ja, dus hier lopen ook veldlijnen die lopen zo. Nou, die veldlijnen die trekken zich niks aan of daar wel of niet een... We vergeten even dat daar een wand zit, ja. Dus deze veldlijnen, die komen op een punt waar deze veldlijnen van de rode en die blauwe, dat die zo in elkaar overlopen. Ja, ja. Als ik twee stroomdraden heb, heb ik ook een punt daartussenin waar het magneetveld precies nul is. Precies gecanceld wordt, ja. Dus uiteindelijk zijn hier binnen die rode veldlijnen, maar de buitenste veldlijn hier, die is van die rode, maar die loopt over in die blauwe. Ja? En dan krijg je wat wij noemen hier dat x-punt. Nou, dan ga ik naar de middelste plaat, hier is dat x-punt. Alles wat binnen die blauwe lijn zit, dus dat rode hier, dat is wat wij noemen opgesloten. En alles wat er buiten zit, komt tegen de wand aan. Nou, die deeltjes hier, die rode, die zijn mooi opgesloten. Alleen door botsingen diffunderen ze naar buiten. Tot ze bij die blauwe veldlijn komen. Ze volgen die veldlijn en dan komen ze vanzelf beneden tegen de wand aan. Oké. Okay. Dat lijkt misschien slecht, want we willen niet dat de plasma tegen de wand komt. Maar ergens houden veldlijnen altijd op. Dus ergens komt toch je plasma tegen de wand aan. Alleen nu hebben we gecontroleerd. Weten we precies waar het tegen de wand komt. Op deze manier. Als we die... deze magnetische spoel dan niet hadden, dan zou het plasma overal hier tegen de wand komen. Maar nu komt hij gericht op de wand waar wij kunnen precies weten waar het is. En dat is voor ons veel beter. Voor redenen wat ik nu even zal overslaan. Ja, mooi. Hebben jullie, is dat in Eindhoven te zien, deze of zo'n diverter? Nou ja, ja. Dat is eigenlijk de topattractie, zou ik zeggen. Ja. Nee. Dit stukje... Ja. Dus deze fusiereactor van hier tot hier is 12 meter. Ik kijk even naar. I get it confirmed, yes. Zo, dit is 12 meter. Dat stukje hier beneden, dus hoeveel deeltjes daar per seconde met welke energie tegen die wand aan vliegen. Dus dit is zeg maar. Dit stukje is nog steeds een behoorlijke apparaat. En wat hier is, dit stukje, wat ik nu in blauw teken. Dat hebben we één op één gemaakt in Eindhoven. Dat is het experiment Magnum PSI. En in principe kun je dat bekijken. Ik moet wel zeggen, dit is een experimenteel apparaat. Dat betekent dat er heel veel experimenten, daar komen buitenlandse wetenschappers extra naar Eindhoven toe om metingen te doen. En als er metingen zijn, kun je er niet bij. Maar als je geluk hebt en je komt net op een dag dat het een uurtje stil ligt of zo, dan kun je wel even dat ding bekijken. Als er een plasma is, mag je er natuurlijk niet naast staan. Dus dan kun je alleen op beeld kijken wat er is. Maar als er geen experimenten, kun je er even langs lopen. Krijg je wel een gevoel voor de grootte. En dat okay. is het enige experiment, zover ik weet, dat exact deze condities kan nabootsen. En aangezien we de reactor nog niet hebben, is dit het enige wat ons kan vertellen. Behouden die materialen dat wel of niet als ze zo'n enorme heatflux krijgen? Oké. Okay. En ik kan dan gewoon met een groepje leerlingen bij jullie langskomen. Ja. Als dat aangeef. Ja, hoor. Ik zag die info ad ergens staan. Ja, ik zou daar gewoon een mailtje naartoe sturen en dan spreken we precies af wat er voor jullie gedaan kan worden. Oh, heel mooi. Ja? Ja, heel fijn. Kijk, ik werk niet op Differ. Ik werk op de universiteit. Dus soms combineren we het wat we op de universiteit doen met hier, want het ligt bij elkaar. Soms komen mensen alleen naar Differ, soms komen ze alleen naar Eindhoven. Maar we zitten, als je naar hier een mailtje stuurt, dan krijg je voldoende contact met de mensen om iets te regelen. Wij verwelkomen jullie graag. Oké, ja, heel fijn. Dankjewel. Je hebt nu de uitleg gegeven voor een diverter bij een tokamak. Ja. Hoe zit het dan bij een accelerator? Oké, okay, ja. Daar hebben ze ook een diverter. Ja. Eigenlijk, er is iets is anders, maar het komt op hetzelfde neer. De manier waarop die diverter daar genereert is iets anders. Ja. Dat noemen we Magnetic Island Diverter. Maar uiteindelijk gaat het over hetzelfde. Uiteindelijk zijn er magneetveldlijnen die tegen de wand komen. Dus onderzoek van zo'n diverter bij een accelerator loopt dan niet echt achter op dat van een tokamak?
En ik zou zelf zeggen, het experiment wat we hier in Nederland doen, dat is zowel voor tokenmakers als stellarators te gebruiken. Okay. Alleen bij stellarators is het nog wat extra, wat is de geometrische vorm van die diverter? Er wordt nog onderzoek naar gedaan. En hoe beïnvloedt dat het plasma? Maar goed, dat is voor de experts hier. Excuse me, can I interrupt for a second? The global session is starting, the European session, so we should move to another Zoom session and end this one. Okay. Thanks for joining us. Yeah, thanks for joining us. I hope you learned a little bit. Ik was erg verrast door de diepte van jullie vragen. Ik hoop dat ik er iets aan heb kunnen toevoegen, maar dat vond ik leuk. Dankjewel. Dankjewel en welkom bij de Europese sessie. Tot zometeen. Dankjewel.